video maak, dan krijg ik gewoon die, dat gevoel van... Oké, nu wil ik dit dier zeg maar zo framen... dat mensen gewoon een gevoel krijgen wat ik ook heb. Op een moment werd ik ouder en dacht ik van... Ja, oké, ik wil ook gewoon, wat je zegt, huisdieren hebben. Je weet toch, ja. Dus uiteindelijk ging ik helemaal lef. Dan had ik gewoon 21 huisdieren. Dat was mijn piek. Ja, ja, dat hebben we ook toch nog even over hebben. Ja, ja, ja. En dan, ja, Gitta, man. Ja, ja, wat is Gitta? Wat? Gitta, dat is de naam van mijn geit. Dus, oh, die heet Gitta. Ja, toch? Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Knolcast. Of misschien wel luisteren. Mijn naam is Milan Knol en vandaag heb ik weer een hele leuke gast. Zoals iedere twee weken heb ik een gast uitgenodigd die ik persoonlijk interessant vind. Waar we dan een gezellig gesprek mee aangaan. En waar het dan over gaat, ja, dat bepaalt de gast eigenlijk een beetje. En ik ook een beetje. En dat ligt een beetje aan mijn interesse en waar ik naartoe wil. Maar ook waar de gast naartoe wil. En deze week, of eigenlijk deze twee week... dag aflevering, dat is een rare zin, heb ik een hele unieke gast. Een leuke gast, die voornamelijk bekend is van TikTok. Maar, zoals ik bij iedere gast doe, je mag jezelf even voorstellen. Wie ben jij? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Wat is je naam? Ik geef je 30 seconden. Let's go. Ja, 10 vragen, 30 seconden. Oké, wordt lastig. Nee, niet die. Je mag gewoon vrij spel. Vrij spel. Ja, toch. Mijn naam is Gabriel Martina. Ook wel bekend als Wilde Bras op social media, inderdaad. En ja man, ik maak veel video's met dieren. Dat is mijn grote liefde, weet je toch? Dierenrijk. Dus ja, gewoon het gezicht van de dieren kortom, man. Ja. Ja, toch? Dat was de hele introductie? Ja, ja, ja. De rest gaat vanzelf. De rest gaat vanzelf, oké. Okay. Ja, Wilde Bras. Ja, Wilde Bras heet je op TikTok. En ja, hoeveel volgers heb je daar nu om even voor de kijkers en luisteraars? 260.000. Ja, en dan zit je nog op andere platformen? Ja, Instagram heb ik even kijken nu 140. 140k en even kijken, volgens mij YouTube 20k man. Okay. Ik ben niet een echte YouTuber. Nee, maar je gooit wel af en toe een filmpje online. Ja, ja, af en toe gewoon, ja. Leuk man, leuk. Ja, man. Ja want als ik jou moet uitleggen, en dat moest ik dus doen, want we hebben deze afspraak al een tijdje gemaakt. Ja. En als ik dan aan vrienden of mensen moest uitleggen van, hey, Wilde Bras komt, dan zei hij, wie is Wilde Bras? Dan zei ik van, ja, het is een soort Freek Vonk, maar dan van de jeugd. Ja. Maar echt voor de jeugd. Kijk, Freek Vonk is echt voor de kids. Is van, steek hem in zijn rug. Nee. Ja. Niet die meme, maar de Freek Vonk is echt een kindershow. Ja. En jij bent echt van vakka roofdieren, zeg jij. En een vakka betekent dan in straat al, hè, hoe gaat het? Ja, ja, precies. Hoe is dat ontstaan? En is dat met een doel? Is dat expres? Kijk, voor mij, zeg maar, ja, die vergelijking die je net maakt, die krijg ik natuurlijk elke dag. Wat is de vergelijking die mensen maken dan? Ja, je bent een soort van Freek Vonk. Dat gewoon, man. Gewoon punt, dat. Ja, ja, precies. Maar sowieso om te beginnen, kijk, ik heb nooit van plan geweest om de tweede Freek Vonk te worden of zo. Maar wel de eerste Wilde Bras. In die zin dat ik, zeg maar, gewoon sowieso een hele andere insteek heb. En ook ik denk een hele andere vorm wil aanhouden op lange termijn, zeg maar. Nu maak ik korte video's die 30 seconden duren. En tegelijkertijd gooi ik straattaal erin en zo. Omdat dat is gewoon mijn main language als ik buiten loop of met Matties ben. En dan maak ik die video's zoals ik tegen hun zou praten. Zo maak ik hem ook gewoon voor de kijkers, je weet toch. Maar ja, zijn doelgroep is jong, van mij is ook jong, maar ik zie ook dat ik genoeg ouderen heb die met hun kinderen willen kijken naar mijn video's, je weet toch. Dus ik heb ook gewoon heel veel 20ers, 30ers die elke dag mijn video's checken, dus voor mij is dat gewoon... Ja, ik ben er één van, hoor. Ja, maar dat is hard, maar ik praat ook niet, zeg maar, neer naar kinderen of zo, snap je? Ik praat niet zo van, kijk dit nou, wauw, weet je. Dat doe ik niet, omdat zo voel ik mij ook niet. Snap je? Het moet wel dicht bij mijn gevoel liggen. En dan ga ik knallen als ik een dier zie. Dan krijg ik die enthousiasme gelijk. En dan is het aan, je weet toch? En, ja. en ik denk ook dat de reden is waarom mensen mijn video's kunnen checken die ook wat ouder zijn. En ja, maar goed. Je zegt knallen met een dier. Als in je doet ook een handbeweging erbij. Knallen met een dier. Ja, gewoon knallen. Mijn energie komt dan vrij. En dan zie ik het. Vertel, hoe gaat dat dan? Je ziet een dier en de energie komt vrij. Je bent helemaal gek van dieren. Maar hoe komt dat dan? Wat kijk, is... voor mij, zeg maar, als ik moet... Je bedoelt waar het is begonnen? Of nou ja, bijvoorbeeld wat jij wil beginnen. Zeg maar. Ja, kijk, als ik die video maak, dan krijg ik gewoon dat gevoel van... Oké, nu wil ik dit dier, zeg maar, zo framen dat mensen gewoon een gevoel krijgen wat ik ook heb. Maar als ik dat zonder humor doe, dan komt het niet over bij mensen. Dan is het saai en stoffig. Je weet toch, dan wordt het, zeg maar, echt zo boswachter, bioloogstijl. Met alle respect. Maar ik kom niet van daar, snap je? Ik kom uit de stad en ik ben gewoon... Ik heb een drukke kant, ik heb een rustige kant. En als ik dan dieren zie, dan komt die drukke kant wat meer naar buiten. En dan denk ik gewoon van, weet je wat? Nu ga ik mensen ook gewoon laten zien dat het niet zomaar een dier is. Maar dat er veel gewoon echt lauwe eigen, dieren heeft lauwe eigenschappen. Er komt veel meer bij kijken dan dat je gewoon bij wijze van spreken een vogel ziet vliegen. Of ja, ja, ja. Ja, dus ik wil daar gewoon meer handen en voeten aan geven, man.
Ja, ja, dat is mooi. Maar waar komt die passie vandaan? Want ik bedoel, het is niet dat je ineens wakker wordt en denkt van oké, nu ga ik een dierenfilmpjes maken. Want je moet kennis hebben, toch? Ja, je hebt een soort voorkennis. Ja, sowieso. Kijk, het is sowieso helemaal begonnen bij mijn moeder. In het begin ging ik altijd met haar naar de dierentuin, naar de Blijdorp. Met een kortingsboekje, Rotterdam pas heette dat. Kreeg gratis entree. Kijk, ik hou niet ervan om te zeggen, we hadden niet veel, dit en dat, weet je. Maar we hadden niet veel. Dus voor mij was dat wel gewoon de basis om naar de dierentuin te gaan en van dieren überhaupt te gaan houden. Omdat ik daar zag ik ze alleen, weet je toch? En niet in het buitenland of zo. En maar iedereen gaat wel eens naar de dierentuin. Ja, klopt. Wat was er bij jou anders dan? Bij mij was denk ik anders dat... Kijk, dan gaan we heel diep. Dan gaan we naar de psychologische kant. Kijk, vroeger, breng me mee. Ja, kijk, vroeger had ik niet echt zeg maar een houvast. In de zin van, ik had niet echt een sociale omgeving waarbij ik heel veel met verschillende mensen was. Of eigenlijk, ik was wel met veel verschillende mensen, maar ik ben 8 keer verhuisd. Vaker eigenlijk, ik heb op 8 basisscholen gezeten. Dus ik ging altijd met mijn moeder weg naar... Ik moest altijd weg naar een vrouwenhuis, zeg maar. Mm-hmm. En dan trok ik altijd met haar mee, want ik mocht altijd kiezen. Ik stond altijd voor de keuze. Ga je met je vader mee of met je moeder? Blijf je bij je vader of ga je met je moeder mee? Je weet toch, dat vroeg ze dan letterlijk in de gang. Ja. Wanneer ik van mijn school kwam of wanneer ik van school werd afgehaald, omdat er weer wat was voorgevallen of zo. Je weet toch, dus dan was ik heb in Hilversum gewoond, in Gouda. Ik heb echt om mijn plekken gewoond. En dan kom je steeds op een nieuwe basisschool en dan val je gewoon ergens middenin. En dan moet je jezelf steeds weer bewijzen. En je weet toch, en kijk, ik ben niet iemand die dan in een hoekje stil gaat zitten, maar ik ga dan juist extreem van, hey, luister dan, ik ben dit, ik hou van grapjes maken. Dus je bent constant eigenlijk een soort van plek jezelf aan het bewijzen. Jezelf aan het bewijzen. En om zeg maar op terug te komen op het punt van, op een gegeven moment ga je zoiets hebben van, ja, fuck mensen, man. Je moet je heel de tijd bewijzen, je moet heel de tijd bezig zijn om zeg maar... ik was soort van een clown geworden, je weet toch, om leuk te doen en zo. Terwijl ik heb een leuke kant, maar soms wil ik ook gewoon kunnen zijn zoals ik ben wanneer ik me niet zo goed voel. En dan dat mensen me nog steeds hard vinden of zo, je weet toch, of nog steeds gewoon als mattie zien. En op een gegeven moment, bij dieren had ik dat helemaal niet. Maar sinds vroeger al, zeg maar, dan stond voor mij de tijd stil. En dan kon ik terugdenken van, ja, dit is eigenlijk gewoon wat je nodig hebt. Gewoon dier, natuur. En dan heb je gewoon... Dat was voor mij gewoon een soort van rust die ik dan ervaarde. En dan, als ik in een dierentuin was, dan kon ik gewoon naar een dier staren. En dan wel een beetje ziekelijk gaan denken van, hé, dit dier voelt misschien mijn energie of zo. Ik was daar wel echt therapie, mee bezig. Met die energie achter. En zo. Ja, toch. En dan als ik bordjes las, dan kon ik zeg maar niet alleen naar het dier kijken en dan misschien zeggen denken van, ja, ik voel een soort van energie bij dit dier wat echt nice voelt of zo. Kijk, klinkt misschien nu heel zweverig. Mm. Maar als ik dan het bordje las, dan kreeg ik ook meer begrip voor dat dier en hoe dat dier leefde en waarom die zo beweegt. En dat wekte heel erg mijn interesse, waardoor ik op latere leeftijd weer dacht van, hé, ik moet echt iets met dieren doen. Je weet toch, want wanneer je ouder wordt, je groeit op in de stad, je wordt stoer, je gaat met matties praten, dit, dat, maar je gaat niet over dieren praten de hele tijd met dat is gewoon zo, je weet toch. En daarna dacht ik van, als hun niet willen praten erover, dan doe ik het wel, en dan zorg ik dat ze met mij meepraten. Dus wanneer je mijn video nu checkt, dan laat je matties zien van, hé, Wildebras heeft weer een video online. En dan zorg ik er toch voor dat je over dieren moet praten. Ook al weet ik dat mijn karakter die ik erin gooi ook gewoon echt ervoor zorgt dat de traction komt. Nog steeds ga je over dat dier praten en zeggen van, fucking sick, kijk. Ik weet niet Ja, scheld maar wat je wil. Ja, fucking sick, kijk hoe die vogel die slang tegen de grond slaat, weet je. Gewoon uit instinct, ja, dat soort shit wil ik laten zien. En dan mijn enthousiasme en die ik erin knal, ja, wat ik net al zeg, die ik erin knal, ja, dat ja, maar dat is de succesformule, dat... zeker. Man. En dat is misschien dan een beetje onbewust, maar bewust zeg maar dat jij mensen iets leert, maar volledig op je eigen manier. Echt 100%. Ja, ja. En je spreekt mensen ook aan, want ik bedoel, weet je hoeveel straattaal er wordt? En ik moet heel eerlijk zeggen, straattaal, je praat wel een beetje straattaal, maar ik begrijp de woorden. Ja, en dat zegt al wat je over... Je moet het ook niet forceren. Bro, soms gaat het echt snel, dan zie ik jongboys gewoon woorden zeggen dat ik denk van, what the fuck, ik voel me echt oud nu. Weet maar dus je moet het ook niet forceren, maar wat ik gewoon normaal zou zeggen, moet ik ook in een video zeggen. En ik moet het niet te vaak dubbelen, want dat zou ik ook niet normaal doen. En weet je, dan komt die natuurlijk, omdat het ook gewoon natuurlijk is. Ja. Die vakarover, dat is mijn stempel gewoon. Zo open ik hem en dan is de toon gezet en dan is het gewoon gaan. Man. Ik wil eigenlijk meteen even gewoon gaan zoeken naar jouw TikTok en dan gaan we even gewoon een klein... Vakarover, ik loop hier zo in het bos en check wat ik tegenkom. De kever, kijk hoe die shined, Mattie. Het lijkt alsof die zwarte strijder babyolie op heeft. Dat is een beetje hoe jij praat in de TikTok. Ja, toch? Ja, dus dan hebben mensen ook een beetje een idee. Ja. Maar dat is ook eigenlijk hoe je bent dus. Dat is mooi. Klopt, maar wat ik zeg inderdaad. Van, kijk, ik heb ook gewoon een andere kant waarbij ik bijvoorbeeld wat rustiger ben. En daarom dacht ik van, ik wil ook een beetje het volwassen publiek
opzoeken om te laten zien van zo ben ik ook. Je weet toch, want dit zijn 30 seconden, dan geef ik je iets. Mm-hmm. En dan is het klaar. En dan elke keer weer. En dan wordt het oppervlakkig, je weet toch. Dus daarom vind ik het ook hard dat je me hebt uitgenodigd. Want hier kan ik ook mijn woordje doen, je weet toch. En tuurlijk, laten zien van, je weet toch, ik loop niet altijd te schreeuwen de hele dag door. Maar als ik dieren zie, ja, dan is het aan. Maar goed, je weet toch, ik wil ook gewoon een andere kant van mezelf laten zien. Het is mooi wat jij zegt over van vroeger. Want en je zei van, ja, dan ga ik een beetje de psychologische en de zweverige kant misschien op. Maar ja, als kind zijnde ben je jezelf aan het ontwikkelen. Ja. En jij, als je inderdaad die sociale druk voelt van dat je je moet bewijzen tegenover mensen. Ja. Dieren ervaren die sociale druk niet naar mensen toe. Precies. En jij ook niet naar hun. Dus dan snap ik helemaal die connectie. En ook al klinkt het misschien zweverig van wat je net zei met de energie. Ik denk dat heel veel mensen die een hond hebben of een kat hebben. En die een bepaalde liefde voor dat beest hebben. Of hun dier hebben. Dat ze ook dat voelen. Want een hond voelt aan wanneer je verdrietig bent. En komt dan bij jou op de bank liggen. Zeker, man. Ik heb dat ook ervaren. Ja, dus dan denk je toch wel van, er moet toch iets zijn. Dat een hond dat toch wel voelt. Dat er een energie is. Dus ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar jij hebt dat ook met een struisvogelbewijs van. Ja, in de dierentuin. Maar dat was vroeger. Oké, op een gegeven moment werd ik ouder. En dacht ik van, ja, oké, ik wil ook gewoon, wat je zegt, huisdieren hebben. Je weet toch. Ja. Dus uiteindelijk ging ik helemaal lef. Dan had ik gewoon 21 huisdieren. Dat was mijn piek. Ja, ja. Dat hebben we ook toch nog even over hebben. Ja, ja. Ja, en dat, en 21? Omdat, ja, het stopte voor mij niet bij één dier. Want op een gegeven moment, ik woonde op mezelf. En toen kon opeens van alles. Je weet toch. Ja, dan ben je volwassen. Ja, dan ben je volwassen. En dan heb je ook nog bepaalde mensen in je omgeving die dan bepaalde dieren hebben dat je denkt van, bro, ik wil dit ook, man. Ja. Wat had je dan allemaal? Ja, ik had schorpioenen, ik had sugargliders, ik had woestijnvol. Sugargliders, wat zijn dat? Sugargliders zijn een soort suikereekhoorntjes met zo'n soort van extra huidplooi. Ja. Waardoor ze dus van boom naar boom kunnen zweven. Oh, ja, oké, die zijn ook legaal. Ja, man. Ja. Nee, 100%. Je kijkt, okay. Ja, nee, maar ik moet nadenken, want er is nu een soort van nieuwe positief lijst gekomen waarin staat welke dieren wel en niet mogen. Dus ik moet nu niet iets zeggen wat misschien alweer veranderd is in de tussentijd, snap je? Maar kijk, in Nederland mag best veel qua dieren. Maar het wordt nu ook wel aangescherpt, zeg maar. En ik denk ook sowieso dat dat goed is. Ja, tuurlijk. Ja, want jij had ook een eend, je had een geit. Ik had eenden, ja. Ja, maar dat heb ik nog gezien. Maar dat is je filmpje van 3 jaar geleden, toen werd jij een beetje geïntroduceerd in het online wereldje. Ja, ja. Sindsdien doorgegaan. Ja, Gitta, man. Ja, wat is Gitta? Gitta, dat is de naam van mijn geit. Dus, oh, die heet Gitta. Ja, toch. Die leeft nog steeds. Ja, die leeft nog steeds. Niet die woont bij ook mij? Nee, die woont nu op een boerderij. Dus die woont niet meer bij mij, man. Ja. Nice. Wat heb jij nu dan als huisdier? Niks meer. Ik heb 0 huisdieren. Oh, ja, wat meen je? Ik heb in een half jaar tijd heb ik gewoon, zeg maar, alles geslacht. Nee, sorry. Ik liet me even gaan. Ja, ik speel te veel games, man. Ja, geen stress. Ik heb een half jaar duurde ik daarover om alle dieren, zeg maar, goed onderkomen te geven. Kijk, ik leef sowieso in die omgeving, je weet toch? Mm-hmm. Dus voor mij is het niet, ik zit niet met mijn handen in het haar van, oh shit, wat moet ik met mijn dieren doen? Ik heb altijd mensen dichtbij die nog steeds zoveel met, bro, ik heb mensen die in hun achtertuin een soort van gracht hebben gemaakt waarbij ze zeehonden hebben, weet je? Wat? En dat loopt gewoon helemaal naar voren bij dat hek en zo, bro, ik ken echt, maar dit zijn geen mensen die voor de camera staan, dus weet je, dat zijn gewoon, ja. Maar hoe hebben die jou gevonden dan? Ik bedoel, je woont in Rotterdam in de stad. Nou, ik wil niet zeggen straatschoffie, maar je hebt bent ook van de straat geweest dan. Ja, man. En hoe kom je dan ineens bij iemand met dat voorbeeld wat je noemde? Kijk, eigenlijk is het best wel simpel, want een soort van reptielenwinkel die heeft bijvoorbeeld superveel reptielen, uiteraard. Maar die halen ze dus ook ergens vandaan, je weet toch? Of die hebben weer een fokker die bij hun levert, zeg maar. En als jij dan bijvoorbeeld die fokker kent, die kent weer die. En je weet toch, je hebt je komt gewoon in contact met mensen omdat je zelf met dieren bezig bent. Via. Ja, en bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een schorpioen wil of een sugarglider dat dan nog net mag. Dan kom je al heel snel weer andere mensen tegen waarvan die verkopen bijvoorbeeld zegt van ja, ik ken ook iemand die dit heeft of dat heeft. Snap je? Zo simpel gaat dat gewoon. Maar dat ging dus zo ver dat ik uiteindelijk gewoon echt mensen leren kennen die gewoon aan de dierentuinen ook, zeg maar, leveren, zeg maar, of de transport doen. Maar en het illegale circuit, is dat ook in Nederland aan de hand? Ja, illegaal. Is er Hoe bedoel je? Nee, ik bedoel jij hoort het woord illegaal. Ja, illegaal. Ja, maar wat? nee, ik bedoel, ik dacht dat je zei illegaal. Ik zeg, nee, het is legaal. Maar ik bedoel, je hebt ook een illegaal dierencircuit, lijkt mij, in Nederland. Oh, zo. Toch, met dingen die niet mogen. Ja, tuurlijk. Ben je daar een keer in beland? Of heb je daar een verhaal of een ding van? Nee, kijk, ik kan niet zeggen dat bijvoorbeeld dat je zeehonden, dat zijn geen zeehonden die hier gewoon in Nederland zwemmen of zo. Die guy heeft zeehonden. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik kan ook niet zeggen of dat legaal of illegaal is. Voor mij gaat het er meer om van,
Ja, tuurlijk, dat is één. Maar voor mij gaat het er ook om van... krijgen die dieren de juiste... Zorg. Maar vooral ook de bewegingsvrijheid. En als ik dan concludeer van... nee, dat is eigenlijk niet zo. Dan neem ik er nu afstand van. Maar in het begin was het bij mij ook zo. Kijk, ik had gewoon genoeg verblijven die bijvoorbeeld... voor stokstaartjes. Ik kan jou gewoon laten zien dat die even groot waren... zeg maar, die verblijven als die van een dierentuin. En als dat dan zo is, dan vind ik van... dan als een dierentuin mag, dan is het mij ook prima. Ja, Alleen ik krijg dan wel vaker bijvoorbeeld inspectie op mijn dak... dan bijvoorbeeld een dierentuin of zo. Tuurlijk, snap je? Dus dat is zeg maar wel logisch ook. Want jij woont gewoon in Rotterdam, snap je? Ik betaalde dubbele huur, dus ik had een woning waarbij ik al mijn dieren had. Je hebt het over de tijd dat jij toen nog al die dieren had. Dat je toen heel vaak een inspectie kreeg. Maar omdat, zeg maar, ik had heel mijn huis gewoon ingericht op dieren. Dus in de zin van, ik heb gewoon extra kamers. Dat wordt gewoon voor mij een dierenverblijf, zeg maar. Zo deed ik dat, snap je? Raam open, afzeg. Ik deed echt veel shit om alles te onderhouden. En ik had ook veel mensen die me daarbij hielpen. Ja. Alleen op een gegeven moment, als je dan ook veel video's gaat maken... inderdaad, Gitta met geit op straat lopen, alles dingen gingen viraal en zo. Toen dacht ik wat wil je nou eigenlijk? Je weet toch, je houdt heel veel van dieren, je wilt ermee bezig zijn. Maar nu kreeg ik opeens opties, want ik dacht van... ik kan ook gewoon video's blijven maken met dieren. Mm-hmm. En dan iets minder met huisdieren doen. Maar misschien op lange termijn kan ik misschien echt naar het buitenland om andere dieren te zien. En gewoon echt dat heb je gedaan, een droomleven. Ja, toen werkte ik nog bij Albert Heijn. Toen ging ik bezorgen. Begrijp je? Toen ging ik bezorgen in de tussentijd. En dan ging ik met die salaris ging ik gewoon naar het buitenland. Dus ik spaarde dat op. Ging naar het buitenland, geen verdienmodel, niks. Ik maakte alles op. Ik had mijn content en ik dacht van ja, dit is prima zo. Vet. Zo op die manier... Ja. Investeren toch, is dat? Ja, investeren. Maar voor mij was het van, ik wil dit heel graag doen. Dus ik doe het. En nu dat ik het heb gedaan, ik kon ook gewoon niks eraan overhouden. Maar omdat ik het zo graag wou en omdat ik zo erg ermee bezig was, denk ik dat het door is gegroeid, zeg maar, naar waar ik vandaag de dag ben of zit. Mm-hmm. Ik snap je. Ja, dus ik snap je. Ja, man. Dus ik had niet echt een... Je was laatst ook in Afrika, toch? Dat is mijn punt. Ik had niet echt een plan. Ja, ik was laatst in Afrika, maar dat was voor het perfecte plaatje. Oh, dat was voor een programma? Ja. Een tv-programma? Ja. Oh. Ja, RTL 4 elke woensdag. Oh, ik dacht dat dat ook was voor iets van een... Want daar heb je ook nog iets opgenomen. Ja, tuurlijk. Tussendoor, als ik tijd heb, dan ga ik gewoon zelf op pad, man. Ja, slim. Een beetje gebruik maken van die gratis reis daarheen. Ja, precies. Iedereen ging naar huis, toen had ik nog een week verlengd. Slim. Ja, man. Nice. Ging ik nog snel even dieren zoeken en zo. Maar ik had ook niet heel veel tijd, hoor. Ik had 5 dagen of zo. Maar wel gelijk pinguïns gezien, bavianen. Pinguïns in Afrika? Ja, man. Huh? Dat kan? Dat niet? Nee? Ja, man. Je hebt daar gewoon pinguïns en... Ja, maar in dierentuin? Nee, gewoon langs de kust, man. Hun leven daar gewoon. Wat? Ja, serieus. In Afrika? Ja. Huh, dat is heel raar. Ja, mijn beeld is pinguïns Antarctica. Ja. Kijk, Antarctica zit natuurlijk wel aan de onderkant van Zuid-Afrika. Want ik was echt letterlijk waar was je eigenlijk? Ja. Kaapstad. Aan de onderkant. Dus ze zeggen wel dat ze denken dat vroeger die pinguïns toen zo zijn overgezwommen naar... Ja, dat het toen ook nog vast zat aan elkaar, soort van. Ja, zo, in die zin. Ja. Ja. En dat het nu gesplitst is. Want ze zitten echt alleen onderaan die punt, zeg maar zo, van Zuid-Afrika. Ja, man. Vet, man. Gewoon herhalen. Wat is nou echt zo'n dier dat je zegt van... als ik dit ooit kan zien of kan aanraken of bij kan zijn... Nou, dan krijg ik een soort dieren... ik wil niet heftig gaan. Kan maar fout gaan. Ja, je klopt. Ja, dan word ik super blij. Dan word je zo blij dat je... Hè, Is er iets wat op jouw lijstje staat dat je zegt... Ja, man. De ei-ei heb ik wel echt hoog op mijn lijstje staan. Hoe, de ei-ei? Ja, A-Griekse ei-e en dan nog een keer A-Griekse ei-e. De ei-ei. Ei-ei, oké. Die heb ik hoog op mijn lijst staan, maar ook de jaguar. Ja, man. Maar wat is de ei-ei? Wat is dat? Dat is een soort spookdier. En die leeft echt in de nacht. Maar die heeft ook, zeg maar... dus een spookdier is een soort van... hij lijkt een beetje op een Maki-achtige, zeg maar. Je weet toch, die Maki van Madagaskar zo'n en zo. Ja, zo'n aap. Die van Madagaskar, die King Julian en zo. Dat soort diertjes. Ja. Zo moet je het ongeveer zien, maar dan helemaal zwart. En dan heeft hij 1 lange vinger waarmee hij op boomschorsen tikt. En dan hoort hij of het hol is of niet. En dan als het hol is, dan weet hij, oh, daar kunnen larven in zitten. En dan hij heeft ook een hele scherpe nagel aan die langste vinger van hem. Aan alle vingers trouwens. Maar dan tikt die, dan blijft hij zo graag... Het ziet heel raar uit, maar hij blijft dan graven in die boomschors. En dan voelt hij op een gegeven moment iets en dan trekt hij eruit. Heeft hij een larve en dan eet hij het, zeg maar. Maar zo komt hij aan zijn voedsel. Dus dat is echt maar sick. Een specht doet dat met de snavel. Hij doet het met zijn vinger. Ja, bizar. Hij doet het met zijn vinger voelen inderdaad. En dan haalt hij het zo helemaal echt heel diep eruit. Zeg maar. Specht komt niet zo diep als zijn vinger komt. Dus dat is wel echt... En een jaguar, zei je, maar die kan je in Afrika, had je die kunnen zien. Ja, nou ja, toen ik in Suriname was, had ik wel meer kans, zeg maar. Alleen, ik was daar niet lang genoeg, man. Hmm. Dus ik was in Suriname, 10 dagen was ik daar maar. Ja, dus dat heb je niet gezien. Man. Nee, man.
Nou, vet hoor. Dus, maar, en kijk, die passie voor dieren. Ik heb hier ook een keer in de podcast. Oh nee. Nou zet ik mezelf heel erg voor het blok. Want dat was een jonge dame. Die ken je vast wel. Die doet ook theatershows. Ook met dieren. Sterren. Sterren. Ken je haar? Sterren. Sterrin. Ja, dat is Sterrin. Ja. Oeh, zo. Sterren ken ik sowieso. Ja, Sterrin. Ja. Die heb ik dus hier ook gehad. Ik weet wie ze is. Ja, en die doet ook heel veel met dieren en zo. En toen begon ik, ik weet nog, het is echt 1,5 jaar geleden of zo. En toen weet ik nog dat ik aan haar vroeg van, net zoals een beetje wat ik bij jou zei net op het begin, van, ik zei tegen haar dan, je bent eigenlijk een beetje de vrouwelijke Freek Vonk. En toen zei ze, oh, dat vind ik niet zo fijn. Zij wilde eigenlijk dus niet vergeleken worden met Freek Vonk. Ja. Maar jij vindt het juist echt een compliment ook. Ja, niet zo. Ja, kijk, weet je wat het is? Of is het hele ook dat je denkt, nou, en kijk, je kan niet in Nederland iets met dieren willen doen en dan niet vergeleken worden. Ja, snap ik. Ja, snap ik. Dat is hetzelfde als een beetje dat je, als je de misdaadverslag ding gaat doen, dan denk je aan Peter de Vries. Punt. Ja. Dus, maar dat is ook gewoon, bijvoorbeeld, kijk, Mobizep en Joe Beuks bestaan allebei. Je weet toch? Mm-hmm. Maar in het begin was het ook van, heel de tijd werden ze naast elkaar gehouden, zeg maar. Uiteindelijk doen ze hun eigen ding, je weet toch? En dan komt het soms, toevallig had ik laatst gezien dat het soms weer samenkomt. Je weet dat is helemaal geen probleem. Maar zeg maar, los van dat voorbeeld, gewoon überhaupt, als je in Nederland iets met dieren doet, dan moet je ook erkennen dat hij, zeg maar, wel de grondlegger is in Nederland voor dierenprogramma's. Als je dan doet van, ja, nee, maar ik ben, tuurlijk, jij kan zijn, maar hij is een grondlegger. En ik voel mij ook geen grondlegger of zo. Ik voel mij gewoon echt een bruggenbouwer, omdat ik letterlijk mensen bereik die normaal niks met dieren hebben, die toch die trigger krijgen doordat ze mijn video's hebben gekeken. Dus voor mij is dat het allerbelangrijkste, man. Zodat ik gewoon een nieuw publiek kan bereiken die zich misschien niet eens voelt van, ik ben iemand die van dieren kan houden, snap je? Want ik was zo jong, zeg maar, en ik stond eigenlijk zo ver van de andere kinderen af die dan bijvoorbeeld heel veel van dieren, dat ik dacht van, misschien is het niet helemaal voor mij of zo. Je weet toch, omdat dat ideaalbeeld was heel erg, of een Steve Irwin, je weet toch, het waren wel bepaalde types of zo. En ik was gewoon een guy van de stad. En ik dacht dan van, ja, waarom moet ik dan ervoor uitkomen dat ik van dieren hou? Kan ik toch gewoon een beetje vorm houden? Totdat ik dacht van, nee, fuck dat, man. Ik ga gewoon laten zien wie ik ben, waar ik van hou, en helemaal op mijn eigen manier. Ja. En als jij mij dan met Freek Vonk wil vergelijken, is prima. Maar ik weet dat ik een hele andere movement breng. Je weet toch, ik voel mezelf ook geen persoon of zo. Ik voel mezelf, zeg maar, Wildebras is ook geen persoon. Ik ben meer een beweging, omdat ik, zeg maar, echt iets nieuws voor mensen breng, waarbij ik een soort van sociaal collectief ben, snap je? En we kunnen alles zeggen, je weet toch, met alle respect, maar als je kijkt naar het publiek, naar het theater, van, of tenminste de shows die Freek geeft, als je naar het publiek kijkt, mijn publiek is veel diverser, je weet toch? En dat vind ik ook heel erg belangrijk, dat ik daardoor nieuwe mensen... Ik denk ook nog wel ietsjes ouder zelfs. Ik denk dat er wel nog wel pubers tussen kunnen zitten die dan zoiets hebben ook, van... Ja, man, ja, ook. Ja. Maar is dat iets wat jij wil doen ook? Of al doet, theatershows of dingen? Of, nee, ik geef nog geen show. Ik wil het wel uiteindelijk doen, maar zeg maar... Zijn er bijvoorbeeld bepaalde diploma's of dingen die je moet halen voordat je met dieren überhaupt om mag gaan op een bepaalde manier? Nee, ik heb wel dierenverzorging gedaan, maar die heb ik niet afgemaakt. Maar jij bepaalt zelf... Bro, als jij vandaag iets wil vertellen over je hamster, dan mag je dat in alle enthousiasme doen. Ja, bro. Maar bro, als ik een theatershow ga doen over mijn fucking hamster, dan gaat niemand komen, weet je? Nee, maar er zit ook wel wat voor. Ja, ik heb mieren hier gehad ooit. Ja, ja. Mierenkolonie, een Indonesische mier heb ik hier gehad. Ja. En mieren zijn mijn lievelingsdieren trouwens. Leuk dat je het vraagt. Nee. Mieren zijn mijn lievelingsdieren. Een goede luisteraar. Ja, gewoon. Ja, nee, 100. Echt, is maar een grapje. Ja. En daar ben ik helemaal gek van. Dus ik heb verschillende mierenkolonieën gehad hier. Zo die Nederlandse werkmier heb ik gewoon gehad. Maar ook dus die Indonesische mier, die bladsnijmier heb ik gehad. Ja. Nou, dat is super sick om dat natuurlijk te zien. En dan in slow-mo kan ik dat allemaal op film zetten. Maar dus en dan heb ik zoiets van, ik maak er filmpjes over en dan praat ik erover. En dan met enthousiasme. Maar met zo'n show, dan moet je verschillende dieren hebben die echt uniek zijn. Ik bedoel, als je met een... Ik bedoel, je kan Gitta, je geit kan je wel op podium hebben, dat is cool. Ja. En je hamster, cool. Maar ze komen niet naar de show voor dat. Ze willen ook wat exotische, vettere dingen, lijkt mij, toch? Heb je daar bepaalde regels voor in? Of is dat gewoon van, zodra ik ermee om kan gaan, dan heb gewoon respect voor me, want ik doe dit. Of zo. Of is dat een soort etiket of zo? Of... Nee, kijk... Want je wil daar naartoe, toch? Je wil toch uiteindelijk een show geven? Ja, klopt. Maar kijk, bijvoorbeeld zijn show... Je ziet bijvoorbeeld een gier door het publiek... Zeg maar net over de hoofden van het publiek vliegen... En die neemt hij dan zo op de hand. Ben je een keer geweest bij zo'n show? Nee. Maar ik zie stukjes soms. Oh, oké. Okay. Ja. En dan, zeg maar... Wat wil ik nou zeggen? Ja,
je ziet zo'n gier aankomen vliegen, daar is gewoon een valkenier bij, snap je? Mm-hmm. Die gier is niet van Freek. Dus er zijn mensen bij die daadwerkelijk weten van, oké, dit is mogelijk. Ja, oké. Dus je hoeft niet alles zelf te doen, zeg maar. Nee, maar je moet ook niet vergeten, bro. Kijk, Freek is een... Hij is, zeg maar... hij is wel een bioloog. Ja. Maar hij is specifiek, zeg maar... hoe zeg je dat? Gefocust op slangengif, zeg maar. Ja, dat is die onderzoeker die allemaal doet. In de maar wijze. Hij bespreekt heel het dierenrijk. Dus ja, je moet, klopt. Dus ja. Het is natuurlijk wel zo van... Kijk, als je van dieren houdt, dan en je inderdaad, je komt op tv en dit en dat, je hebt je programma, dan wil je heel veel vertellen over dieren. Maar je moet ook gewoon soms naslagwerk doen, snap je? Je gaat ook gewoon kijken van, oké, hoe zit het met, of je zoekt het dier op en dan leer je ook gaandeweg. Ja. Dat is wat ik probeer te zeggen van, het is Freek Vonk, maar het is niet zo dat hij elk dier heeft gestudeerd, zeg maar. In klopt, die zin dat hij alles dat, weet. Ja, dus sommige dingen moet je gewoon achterkomen. Hij weet fucking veel, je weet toch, maar mm-hmm. je moet wel realistisch blijven. En je blijft ook gewoon leren. En zo is het ook, zeg maar, als je een show geeft, ja, je moet weten met wat voor dier je te maken hebt, hoe je hem hanteert en al die dingen. Dat moet je allemaal weten. Alleen, stel, je zou een show kunnen maken nu. Ik zeg nu van, hey man, ik heb hier budget voor je. 100.000 euro, maak eens vette show. Wat zou je doen? Wat is jouw, hoe zou je dat in beeld zetten? 100.000 is te weinig, man, bro. Ik wil echt lijpe shit doen, man. Ik wil echt... Oké, nou laten we zeggen... half miljoen? Ja. Dat is wel heel veel geld trouwens, maar goed. Ja. Dat duur showtje dan. Maar is goed. 500.000. Wat ga je doen? Ja, als ik naar de Wildebras show ga. Ja. Hoe zie je dat voor je? Hoe gaat dat dan? Ja, ik wil sowieso... Is dat de AI? Komt de AI dan? Nee. Maar kijk, dit is het lastige. Kijk, je zou verwachten... Ik wil sowieso heel veel met projectoren doen en zo. Je weet toch, ik wil echt ook sowieso een soort van lichtshow. De show mag ook openen met vuur, dit en dat. Je weet toch, wat je bij artiesten ziet... Ja. Die vibe mag het hebben. Echt die Hans Kazan vibe. Hans Kazan, ja, richting. Niet helemaal, maar dat is wel too much. Ja, is iets too much. Okay, maar eigenlijk wel, zo'n begin dan. Hè. Niet heel de show door, maar dan wil je ook niet allemaal dieren op podium. Kijk, het brengt veel verantwoording met zich mee. Ja, dat snap ik. Als je in een gesloten gebouw hebt. Dus daar denk ik ook allemaal aan. Maar voor mij is het gewoon, ik wil gewoon mensen dan een soort van hele andere vibe geven als ze naar dieren hebben gekeken dan anders. Zeg maar... Kijk, Freek begint bijvoorbeeld van heel vroeger. Dus nou, ik wil wat jij wil. Nee, precies. Maar zeg maar, je kan vanaf heel vroeger, zeg maar, naar nu praten. Mm-hmm. Ja, ik wil ook mensen meenemen naar de toekomst. Weet je, een soort van BBC shit van waar het naartoe kan gaan. Ik wil dat mensen echt voelen van oké, we leven in het hier en nu. En hier, dit is waar de natuur, zeg maar, naartoe gaat. En dan wil ik in die show wil ik ook gewoon laten zien van deze dieren, die kennen we al bijna heel ons leven. Maar nu ga ik je anders naar laten kijken door mijn humor, zeg maar, toe te voegen in die show, zeg maar, snap je? Dus ik heb er nog niet specifiek over nagedacht wat voor haak en oog het allemaal moet krijgen. Maar ik weet wel dat het moet voelen alsof je naar een fucking show van Drake bent gegaan of zo. Dat je helemaal, helemaal flabbergasted van waar heb ik naar gekeken, je weet toch? En, ja, man. Ik wil sowieso ticket van je ontvangen, 100%. Ik ben daar. Ja, toch. Ik ben daar. Man. Lijkt me echt leuk. Ik hoop dat die droom ooit uitkomt, want dat lijkt me toch een droom, toch? Sowieso. Maar kijk, dit hebben we nu toevallig zo besproken. Maar wat ik echt het liefst wil, en dat we ook dan ook natuurlijk gezegd hebben, is dat ik gewoon een dierenopvang kan opstarten, man. Okay. En geen dierenopvang waarbij je dus dieren opvangt en dan dat je ze 100 jaar in je verblijf hebt zitten, maar gewoon echt dieren, een dierenopvang dat tegen de jungle aan zit, waardoor je bijvoorbeeld als het gaat om spijdermonkjes, dat ik die kan opvangen en vervolgens kan verzorgen omdat ze die zorg hard nodig hadden en dat ik ze dan weer vrij kan laten, gewoon niet langer dan... Dus er moeten toch allemaal protocollen voorkomen dat ik ze niet te lang hou en dan weer in de jungle vrij laat. En maar dat is niet in Nederland dan? Dat je dat ook ziet, dat is niet in Nederland. Dus ik wil dan in de hoogseizoenen in Suriname bijvoorbeeld zijn, daar zit ik nu een beetje naar te kijken. Mm-hmm. Ook samen met WNF. Heb ik nu best wel een paar keer erover gehad. En we willen ook heel graag helpen. Dus WNF is de Wereld Natuur Fonds. Ja, toch. Dus hun steun heb ik ook. Dat is hard. Want hun zien ook gewoon van... Mijn intenties zijn oprecht om iets te doen... waarbij ik ze echt help en weer vrij laat. Want je ziet te veel dieren opvangen... waarbij de dieren gewoon worden opgevangen en punt. Je weet toch? Ik wil opvangen om weer vrij te laten. En in die hoogseizoen, als ik daar dan ben... wil ik gewoon een soort van Dr. Paul-stijl laten zien wat ik echt doe om die dieren te helpen. Uh-huh. En dan maak ik ook gewoon video's erover. Dan kan ik gewoon een hele serie reeks maken terwijl ik daar in de hoogseizoenen woon. Yeah. En met die verzorgers bezig ben. Je weet toch? En dat hun ook gewoon worden belicht aan wat, zeg maar, in de zin van wat voor werk hun doen om de dieren te helpen. Dat alles gewoon transparant is. En man. Dat is echt je droom van. Ja, dat wil je doen tot je oud wordt. Gewoon de Ambi-stichting samen met WNF. Dan kom je ook nooit meer terug naar Nederland.
Jawel, daarom zeg ik hoogseizoenen. Hoogseizoenen ben ik daar actief. En dan als ik er niet ben, ja, dan zijn de verzorgers daar die dat dan verder oppakken. Omdat ik natuurlijk meerdere dingen doe. En ik moet wel gewoon haalbaar blijven. Ja bro, je hebt een show hier in Nederland dan op die tijd. Bijvoorbeeld. Ja. Showtje hier in Nederland, terug naar de realiteit in Suriname. Ja man, ja man. Ja, vet hoor. Maar ook gewoon veel programma's maken man bro. Ik ben nu bezig met Zep en daarin heb ik ook heel veel eigen, zeg maar, zeggenschap. Terwijl we het maken, dus dat vind ik ook hard. Mm-hmm. Ik hoef mijn taal niet aan te passen. Ik hoef niks te doen. Dat was ook, zeg maar... Ja, je moet alleen het F-woord niet zeggen, denk ik. Nee, precies. Alleen dat vak mag niet. Ja, toch. Hoeft niet. Maar ik ben ook soms met kinderen voor dat programma. En dan voel je ook niet die behoefte om per se vak te zeggen. Of zo, toch? Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Dus, nee, maar ik mag helemaal daar gewoon mezelf zijn en knallen, man. Dus ik ben daar echt blij mee. Cool, man. Ja, en je hebt een boek, zie ik nu. Dus ja, man. Je bent al een beetje de droom aan het timmeren. Dit is oprecht een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Nee, ja, het is een fictieboek. Een nacht in de dierentuin. Wilde avonturen van Wildebras, een nacht in de dierentuin. Ja, man. Ja. En het gaat eigenlijk over, het is gewoon een verhaal. Je kan het gewoon voorlezen, zeg maar. Mm-hmm. En het gaat over mij met mijn neefje en nichtje in de dierentuin. Er gebeurt van alles. Ik ben daar ook content aan het maken. Dus het heeft heel veel betrekking op wat ik nu eigenlijk doe. Uh-huh. En gaandeweg gebeuren er dingen waardoor je dus ook onbewust of bewust dingen leert over dieren. Dus is het al helemaal plaatjes of is het echt verhalen? Het is full color met plaatjes en ook QR-codes. Dus wanneer je die QR-code scant, dan kom je op een video die ik speciaal heb gemaakt voor dat onderwerp. Zeg maar. Dus wanneer het bijvoorbeeld over de zebra gaat en het geluid dat een zebra maakt, dan ga ik in die video vertellen hoe dat precies zit en zo. Maar dit is leuk, zeg maar, om voor te lezen aan iemand qua kids dan vooral. Ja, is geen kinderboek. Ja, zeg maar 8 tot 12. Ja. Maar ik ga hem zo sausen dat je, want dat kan je ook over mijn video zeggen. Ja, het is van 8 tot 12. Maar ik ga hem zo sausen dat je toch nog denkt van, ja, ik kan dit zelf ook gewoon checken. Oké, hard. Ja, man. Hard. Oké. En wanneer komt dit uit? Op Dierendag. Wanneer is dat? Nee, kijk, sowieso september. Zoals wanneer is Dierendag? Ja, nee, september. September. Ja, september kan je hem al pre-order. Dat moest ik zeggen. Oh, oké. Okay. Was vergeten, want anders gaan mensen wachten wat het al mogelijk is. Ja, oké, okay, pre-order in september. Ja. Waar? Luid en Seithof. Wat? Zo heet de boek. Luid en Seithof? Bro, ik ben nieuw in dit, laat me het opzoeken. Ja, dat gaat niet heel soepel, deze boekpromotie. Nee, maar... Gas, boeien ook. Okay. Boeien. Luid en... Wacht even, staat er iets op de achterkant? Nee. Oh, maar dit is best wel clean, dit boek. Ja, bro. Als je het maakt, moet het goed zijn. Ja, je bent wel heel, heel vrolijk op de voorkant, vind ik. Ja, het klinkt bijna alsof je vindt te vrolijk, maar... Ja, dat een beetje wel. Een beetje... Vind je niet gemaakt vrolijk? Ik vind, als ik jou nu zie lachen... Ik was daar oprecht vrolijk. Dat was mijn eerste shoot. Het was met mijn management. Die zei, je hebt een shoot. Dus die foto is gewoon letterlijk van een shoot gepakt. En die hebben we daarop gezet van... Ja toch, dit wordt hem. Want je hebt je ook make-up op? Ik ben misschien heel licht gepoederd. Bro, ik heb heel weinig oneffenheden. Dus bij mij is sowieso nooit veel nodig. Ik zweer het je. Bent al een beetje smooth, bro. Als ik ergens aan tafel zit, dan zeggen ze altijd van... Zo, je hebt eigenlijk niks nodig. Zeg ik, weet ik, maar doe toch maar een beetje... Heb ik ook altijd, man. Ja, toch? Ja, die voel ik wel. Smooth skin. Ja, man. Nee, maar ik fuck ook een beetje met je, bro. Ik check even hoe hard het schild je hebt. Wat ben je nu aan het zoeken? Want ik ben wel benieuwd. Je zit op je mobiel. Ja, nee, ik was aan het kijken de naam van de waar je het kan pre-orderen. Ja, waar je het kan pre-orderen en zo. Maar die link is nog niet helemaal vrijgegeven, dus dat komt nog. Maar deze boek, jullie moeten het sowieso in de gaten houden, want dit boek gaat echt kwijt. Wanneer is Dierendag? 4 oktober. 4 oktober, ja, oké. Okay, dus dan sowieso mijn pre-order in september. Cool. Ja, nou, oké, okay, top. Ja, maar heb jij een website? Heb jij een website? Nee, nog niet, man. Nog niet. Okay. Nee, dat gaat allemaal nog van de grond komen. Maar ik heb nog een paar maandjes, daarom. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Maar je hebt geen wildebras.nl? Nee, man. En die ik zeg je, ik ben zeg maar... Die heb je ook nog niet geclaimd? Jawel, dat wel. Oké, okay, gelukkig. Maar ik ben echt... Zou, nu, ja, dan moest ik mij overkomen. Dan moest je mij betalen, ja. Nee, ik heb wel geclaimd. Maar weet je wat is, bro? Ik ben echt rauw in deze shit begonnen. Dus alles wat ik doe is nieuw. Dus kijk, ik heb nu voor het eerste boek, ik probeer hem te promoten. Ik heb daar niet eens over nagedacht. Maar dat maak jij. Ja, toch, maar ik ben meer bezig met van, oké, ik ben vandaag opgestaan. Wat voor dier ga ik vandaag checken? Zo leef ik gewoon, je weet toch? En Mooi. Nu komen er opeens om in dingen bij kijken. Ja, je moet daar zijn bij Hilversum voor een gesprek met Zep. Je moet daar zijn, perfecte plaatje. Inderdaad, voor dit boek moest ik heel veel doen. Ik heb heel veel zeggenschap hierover gehad. Dus ik moest ook zelf heel veel nadenken daarover. Je kan altijd zeggen, van, besteed ik uit, doe het maar. Maar
Ja, maar dan is het niet meer jouw ding. Nee, ja, precies. Ja, klopt. En daar moet ik ook voor waken. En zo lopen er nog veel meer dingen die ik nu, waar ik nu niet eens op kom. Maar die shit is gewoon veel, man. En, ja, ja. En voor mij, waar het is begonnen, is ik wil gewoon video's maken met dieren en laat me met rust. Ja, maar je bent nu aan het timmeren aan de weg. Dus ja. Het is nu misschien wat druk. En dan later, als je en op een gegeven moment heb je dan je flow gevonden. En dan ga je, man. En dan kun je gewoon lekker ding doen wat je wil. En dan heb je één keer per week misschien een kutgesprek. Ja, ja, heb ik ook één keer in de week even met mijn account. Mijn account is trouwens wel heel erg lief, daar niet van. Maar één keer in de week even met mijn accountant, even met mijn advocaat, even met saaie dingen, financiële dingen. En nou, dat is belangrijk, Maar ja, kijk, als ik iets niet wil of niet nice vind, dan doe ik het echt niet. Mm. Zo ben ik. Ja. Als ik iets heel hard vind, dan doe ik er alles voor. Maar gasbelasting moet, hè? Sowieso, maar kijk, maar dat is het. Ik doe het uiteindelijk wel, maar dan okay. met... Dat met haat. Ik kan me gewoon die hele dag kan ik me echt fucked up voelen van waar de fuck ben je mee bezig? Ja, ga gewoon video's maken met dieren. Wat zit je nou met die mensen in pakken helemaal te bespreken? En het, ja, man. Wat is er? Ik heb trouwens, want even terugkomend op jouw 21 dieren die je toen had. Daar moeten leuke verhalen tussen zitten. Er moet zoiets zijn dat jij dacht van dat er een buurvrouw of een buurman aanbelde en zei van, nou, buurman, dit had ik niet voor. Of wat, heb je iets? Kijk, geef me iets. Geef me een verhaal. Er is vast wel iets cools gebeurd. Dat kan niet anders. Als jij zoveel verschillende dieren hebt gehad, dat er dan iets grappigs is gebeurd. Dat je buiten loopt met je geit en dat er ineens... Maar er gebeuren heel veel dingen, maar ik heb niet specifiek iets. Kijk, bij mij, misschien dat ik was... Wat voor jou normaal lijkt, is voor mij heel raar. Dat denk ik ook. Ja. Daarom moet ik toch wel even eroverheen en zeggen van, ja, zeg dit gewoon. Ook al voelt het voor mij saai. Maar bijvoorbeeld met mijn Indische loopeend in de metro gaan, op de metro wachten. Maar nog niet zo snel. Indische loopeend? Ja, dat is eendsoort. En dan, en dan had ik gewoon een soort van halsband met een soort van blad bandana om. En dan zat ik te wachten bij de metro. En er kwamen er een paar meisjes langs van, oh, zo schattig dit en dat. Maar je weet toch, ik ben dan bezig met dat het, zeg maar... Ik ben bezig met mijn dier. Dus ik ben bezig met van, oké, ik ga de metro in. Ik neem hem mee. Ik ging toen naar Beurs of zo. Ik weet niet of je Rotterdam kent, maar ik ging toen van Oost. In ieder geval naar de stad. Mm-hmm. Dus ik ging letterlijk met mijn een naar de stad. En die meid moest heel ergens anders uitstappen. Dus die ging ook mee in die metro en allemaal vragen stellen en zo. En ik was op een gegeven moment van, laat me met rust. Maar je kan niet denken, laat me met rust terwijl je met een eend in de metro zit. Snap je? Dat mensen komen daarop af. Ja. En dat was ook, zeg maar, met mijn geit zo. Op een gegeven moment, ik wilde zo graag deze levensstijl zo hebben, terwijl ik mezelf kan zijn, zonder dat ik echt met al die mensen te maken heb. Mm-hmm. Dat ik op een gegeven moment ook een beetje werd van, ik ging plekken, zeg maar, vermijden. Dus ik ging alles op safe doen. Dus als ik met me eens was, ging ik echt een parkje opzoeken, ging ik daar gewoon chillen. Maar in ieder geval, dat zijn wel gewoon van die grappige dingen. Want ik zeg het nu een beetje beknopt, maar bijna die metro stond om me heen toen ik met die zou ik geloven. Maar is dat expres dat je dan een beetje die aandacht opzoekt, dat je dan denkt, dit vind ik leuk? Of is dat, want je zegt nu, ik ga liever naar een parkje en helemaal niks. Dus kijk, ik wil dat eigenlijk wil je het niet. Ik wil dat mensen naar mijn video's kijken. Maar toen, voordat ik video's maakte, had ik ook al dieren. Dus ik was niet bezig met per se van, oké, ik ga je nu deze dieren laten zien. Ja. Ja, kijk mij nou. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, oké, ik wil wel meer... ik wilde ook gewoon een programma maken en zo. Je weet toch, ik wilde gewoon heel veel dingen. Mm-hmm. Maar niet op de rug van, ja, kijk, ik heb dit huis, dit. En zo ging het lijken van, ja, deze guy pakt cijfers omdat hij zulke huisdieren heeft. Ja. En toen kwam de media ook en die ging me ook zo framen van, ja, influencers kopen. Die ene kat werd heel erg populair opeens, die Serval. Je weet toch, dat is een soort van... Die zo zielig kijkt, dat met die ingedeukte oortjes, die kat. Nee, dus Servo, Servo is toch wel... Oh, dat is die met die hele scherpe oren juist. Ja, sowieso scherp. Die lijkt op een... wat elegante houding, wat lange poten vergeleken met zijn romp, zeg maar. Ja, en die is ook wat groter dan een kat. Die is ook wat groter dan een kat. Ja, ik weet wat je bedoelt. Die werd opeens heel erg populair. Die werd buitengevonden en zo door mensen. Dierenbescherming kwam erop af. Dus op een gegeven moment ging het helemaal los, want iedereen vond... Ja, want ze dachten dat het toen wat was het, een jaguar of zo? Of een luipaard of zo? Tijger? Ja, dat dachten ze toen. We kwamen de belletjes. Of jachtluipaard, wel. Ik weet niet waarvoor mensen het aanzagen. Maar in ieder geval... Omdat die groter was, ja. Ja, toen ging het helemaal lijp. En er zijn een paar fokkers, zeg maar, in Nederland, die ik ook, zeg maar, waarvan ik ook een paar persoonlijk ken. En ja, ik fok daar letterlijk niet mee, zeg maar. Dus ik was gewoon van, ja, is prima dat je weet toch dat iedereen nu doet van Serval, dat helemaal in trek. Maar ik heb nooit een Serval gehad en ik ging hem ook niet halen omdat het ineens populair werd. Maar in ieder geval, zo werden influencers toen een beetje geframed van, jullie kopen dieren, uiteindelijk komen ze op straat of weten jullie niet wat jullie ermee moeten. En dan komen ze bij Stichting Aap terecht. Je weet toch, de Stichting Aap had daar ook een mening over bij wat ik deed en zo. En toen dacht ik, maar wacht even, dit is helemaal niet de boodschap die ik wil overbrengen. Ik kom van heel ergens anders. Mm-hmm. En je weet toch, zulke mensen denken gewoon van, ja, zeg maar gewoon een
een of andere paupergast uit de stad die gewoon mensen wil trekken doordat hij allerlei gekke dieren koopt. Ja, gewoon met je money maken met over de rug van dieren. Precies. Ja. En toen dacht ik, oké, weet je wat? Ik ga al mijn dieren, dat heeft wel een half jaar gekost. Ik ga al mijn dieren wegdoen. Ik heb ze allemaal goed onderkomen gegeven. En ik ga naar de boerderij en ik ga je laten zien wat viraal is. En toen ben ik gewoon naar de boerderij gaan. Stond ik gewoon naast de geit. En toen ging ik gewoon vertellen hoe ik over dieren, hoe ik over dieren denk en hoe ik gewoon ernaar kijk. Je weet wel, op de vaca roofdieren manier. En toen ging de shit gewoon viraal. En toen heb ik ze laten zien van, het heeft niks te maken met, het heeft te maken met hoe je het brengt, zeg maar. En niet, bro, ik hoef niet gebeten te worden of ik hoef niet een anaconda van het grond af te trekken en te laten zien van, kijk hier, om viraal te gaan. Ik heb dat niet nodig, dat heb ik bewezen, snap je? En daar ben ik het aller trots op. Ik ben niet trots wanneer ik met de anaconda zo boven mijn hoofd sta van, kijk mij, dit en dat, je weet dat. Ik heb dat niet nodig. Geen Tarzan, maar je bent zeg maar wel de Tarzan, maar je bent een vriendelijke, lieve Tarzan zonder dat je per se een dier om je nek hoeft te hebben om te bewijzen van, kijk hoe cool ik ben. Ja, kan ook cool zijn, maar ik heb het niet nodig. Ja. Ah, nee, oké, gotcha. Nee, op die maar dat wilde ik echt heel graag overbrengen. En toen deed ik dat. En toen viel het in één keer helemaal stil bij al die partijen. Want toen was het van, oh, wacht even, snap je? Ja. En ik ben blij ook dat ik die switch heb gemaakt. Want uiteindelijk kijken ook gewoon heel veel jongeren. En hun moeten ook niet ergens voelen van, zo, ik moet ook een servo hebben, man. Ik moet ook een stokstaartje in huis hebben. Want dan ben je lid, dan ga je viraal. Ja. Ik snap ook dat zeg maar op een gegeven moment zo gaat overkomen bij jongeren. Dus toen dacht ik van, nee man, ik ga ze gewoon laten zien dat je een strijder moet zijn en van dieren moet houden. En dat ook gewoon in de natuur kan. Maar ga niet in één keer dieren kopen omdat je mij als voorbeeld ziet of zo. Ja. Dus daar wilde ik ook een beetje gevoelsmatig van afkomen. Je kwam een beetje dezelfde. Je werd een beetje op het moment bekend toen die Tiger King Netflix documentaire kwam. Ja. Weet je, dat toen was jij ook een beetje gaande online. Ja, klopt. En die Tiger King, dat is een documentaire op Netflix. Dat ging toen over zo'n gozer. Volgens mij was het een homoseksuele man. Ja, Joe Exotic. Ja, Joe Exotic inderdaad. Ja. Zo heette die. Ja. Die zit nu in de gevangenis, geloof ik, nog steeds. En die ging met tijgers. Had hij een hele tijger onderkomen. En allemaal zieke Amerikaanse dieren en weet ik het allemaal. Ja. Heb je niet wel eens dat je denkt van, ik moet eigenlijk gewoon naar het buitenland, man. Dat is veel meer mogelijk. Nee, man. Behalve dan Suriname met die... Op een gegeven moment... mensen gingen ook zeggen, Joe Exotic van Nederland in sommige comments en zo, je weet toch? Dus op een gegeven moment dacht ik van... Oh, werd je daarmee vergeleken? Ja, niet qua hoe die over dieren... Ja, gewoon... Hij was een hype. En ik had in één keer een stokstaartje in huis. En mensen keken die shit op Netflix van hem. Mm. Dus voor mensen was het van, kijk deze Joe Exotic. Gewoon grappende wijze. Maar op een gegeven moment voelde ik me wel een beetje zo van, ja, je bent wel in de stad met zoveel dieren en mensen vinden die shit helemaal gek, wat ik ook wel ergens begrijp, zeg maar. En dat was ook het moment dat ik zeg maar minder sorry, ik kreeg een bericht. Ja, nee, maakt niet uit. Dat ik zeg maar dat heb ik gevraagd aan je of je de telefoon aan wil laten. Dus ja, toch? Alleen ja, maar beter. Nee, is LinkedIn. Doe ik niet zoveel mee. Mag ik wel wat meer mee doen, man. LinkedIn? Ja. Heb jij LinkedIn? Bro, ik heb gehoord dat het echt belangrijk is. Gewoon een beetje zakelijk. Zeg, een boek dat uitkomt. Die mensen vinden het helemaal interessant, bro. Ja. Ik moet zeggen, ik heb in die 13 jaar nog nooit LinkedIn gehad. Nee, en ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt. Ja, maar inderdaad. Maar het zal wel. Gehad, maar de vraag is, als je het hebt, heb je er dan ook echt iets aan? En ik voel dat zelf ook nog niet, maar ja, misschien was ik dan wel miljonair. Ja, misschien was ik dan wel miljonair. Ik weet het niet. Ben je dat nog niet? Nee. Ja, misschien in bezit, maar ik heb het niet in mijn bank. Nee, precies, ja, dat is standaard. Nee, ik heb het niet. Nee, maar LinkedIn is niks. Wat jij zegt, je zit op TikTok, Instagram, YouTube. Ja, dat is je main focus. Ja, YouTube is wel het minst. Ja. Ja. Ja, man. Ik wou wel wat zeggen, maar ik ben het vergeten. Oh, ja, door dat berichtje. Door dat berichtje, ja. Je was al praten over... weet ik niet meer. Ja. Ik weet het ook niet meer. Nee. Even kijken. Weet je, jij het nog? Ja, oké. Is misschien niet zo belangrijk. Of ik kom er straks op. Ja, man. Heb jij concentratieproblemen of ADHD? Ja, man. Kijk, ADHD zou ik niet zo snel zeggen. Ik denk wel dat ik het heb, maar ik zou nooit naar de dokter gaan om dat te checken, man. Mm. Want ik heb daar niet zoveel aan, behalve dat ik misschien pillen ga krijgen of zo. Maar als het nu leeft, dan is het ook prima. Als ja, het niet ja, gaat, precies. Zo prima. Ik schiet wel alle kanten op, man. Maar ik bereken alles, hè, zeg maar, ook gewoon de hele dag door. Dat is ook niet echt nice, maar elke keer... Hoe bedoel je? Nou, voordat ik dat is ook niet echt nice. Ik maak een berekening, zeg maar. Bijvoorbeeld, kijk, ik ga een stap maken doordat ik bijvoorbeeld zeg van, oké, weet je wat? Ik wil niet deze kant op. Ik kan niet met mijn huisdieren blijven. Oh. Dan ga ik rekenen. Okay, maar ik zeg, oké, als ik mijn huisdieren dan niet meer heb, wat ga je dan doen? Hoe ga je dan verder? Want dan heb je een soort van gehoor gegeven aan partijen die het er niet mee eens zijn, toch? Mm-hmm. En dan hoe ga je verder als wat jij zelf hard vindt en zo. En toen ging ik kijken van, oké, ik wil eigenlijk een programma. Oké, wat ga ik dan doen? Oh ja,
Misschien is het goed als ik naar Costa Rica ga. Want iedereen heeft, zeg maar, Guetta is viraal gegaan. Ik heb nu mensen die naar me kijken. Die geit, ja. Dus wat ga je nu doen? En toen ging ik echt rekenen van, oké, als ik naar Costa Rica ga, al mijn geld dat ik heb gespaard met mijn bijbaantje, dat is weg. Alleen, ik heb mensen wel laten zien wat ik kan. Mm. Misschien is er een partij die zegt van, hé, dit kunnen we ook maken voor de televisie of zo. Ook al is internet nu echt boom. Ik ging gewoon zo kijken. En ja, ja. Op een gegeven moment werd ik een half. Ik denk dat dat niet eens zo raar is. Dat is gewoon toch normaal dat je dat op die manier allemaal berekent. Ja, ja, is ook normaal. Jij ging lachen. Ik zeg gewoon, ik bereken alles. Ja, 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 alleen maar hoe je het zei was gewoon grappig. Oh, ik vind jou gewoon, hoe je bent en jouw zo moeilijk woord. Voor mijn karakter. Ja, je karakter, dank je. Vind ik gewoon mooi. Ik vind het gewoon, je bent hoe je bent. En je bent op video's ben je eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk, je bent iets drukker en iets enthousiaster. Ja. Maar dat ben ik ook op video's. Ja. En dat is heel normaal. Is het helemaal aan natuurlijk. Want als je jou kijkt, dan is het gelijk... Ja, nee. Snap ik. Ik ben ook maar een knol. Ja. Dus ik heb ook speciaal de knol t-shirt. Ik vond hem hard. Ik zag die Emma. Ik dacht, waar zat die? Oh, zou wel van Milan staan. Milan Knol, dat is het t-shirt hard van mijn vriendin. Leuk grapje. Ja. Ik heb het trouwens... Sorry dat ik je verhaal onderbrok. Wil je nog iets daarover kwijt? Want, wat is het? Sorry. Ja, oké. Okay, zie, dat maakt nog niet eens meer uit. Je hebt toch een kosthuisprobleem. Je weet niet meer wat je zei. Top. ik heb een hele belangrijke vraag. Ja. En dat, die heb ik bewaard tot het einde een beetje. En dat is het volgende. Ik heb geleerd dat eenden die buiten lopen, hier zo, maakt niet uit waar, in een park of in een bos of whatever, die zijn van niemand eigendom. Mm-hmm. Dus betekent dit, dat, misschien vraag ik het verkeerde, maar betekent dit dat als ik een eend vind of zie, dat ik hem mag meenemen naar huis? Of moet ik daarvoor een donatie doen of zo. mag ik een eend als huisdier nemen die ik gewoon vind in een park? Nee, dat is illegaal, man, Milan. Oh, echt? Ja, dat is illegaal. Oh, shit. Nou dan moet ik hem even uit de tuin halen. Je zegt van niks, maar het is eigenlijk gewoon, ja... Hij is toch eigendom van niemand? Ja, kijk, de gemeente die beheert, zeg maar... Ja, maar die eend kan gewoon toch wegvliegen naar een andere gemeente? Die heeft toch lak aan grenzen en gemeentes? En dat is perfect. Maar als jij hem hebt, kan het niet meer. Oh. Ja. Of ga je hem hier zetten en wacht tot hij weer wegvliegt. Dan heb je er niks aan. Jij gaat een hok eromheen. Dus dan kan het niet meer. Ja, ik mag hem niet gevangenschap nemen. Maar is het echt de vraag die je zo... Ik had wel wat dieper Ja, nee, omdat... Weet je, omdat... Ik weet namelijk dat... En dit is het meest bizarre. Dit is zo'n dom feitje wat ik heb onthouden. Dat is dat als je naar een bos gaat, wat een beschermd bosgebied is, dan mag jij dus niet een takje of een eikel of een nootje of een plantje of een stukje onkruid mag jij niet meenemen naar huis. Nou, daar ben ik het niet mee eens, man. Nee, maar mag dus niet. Want dan ben je letterlijk in overtreding van de wet. Omdat het een beschermd bosgebied is, mag je dus niet een eikeltje van de boom meenemen. Want dat hoort bij dat bos. Dat mag je dan papier, niet. Op papier misschien. Ja, maar niemand gaat dat checken. Bro, heb je wel eens een herfsttafel op basisscholen gezien? Hun pakken overal dingen vandaan, bro. Ja, dat klopt. Kastanjes, alles. Sowieso zijn sommige dingen van... Ja, ik ben met mijn misschien naar het is bos geweest. Bos. Kijk deze kastanje, kijk deze... Maar misschien is dat openbaar bos. Dan mag het. Misschien, maar van al die scholen denk je nou echt dat... Nee, toch? Nee, maar ik voel je. Maar daarom. Nee, maar, dus ik dacht van, is dat ook zo met dieren, weet je wel? Is dat ook misschien zo is het gewoon de statement of het principe van... Je weet toch, het is natuur en je weet toch... Laat wat van de natuur is van de natuur. Maar een boswacht zou daar ook niet zomaar over struikelen, denk ik. Laat het wel even voor hun. Maar goed. En plus, bijna elk bosgebied in Nederland is Natura 2000. Dus zeg maar de overkoepelende organisatie die over natuurbeheer gaat en zo. Dus dat sowieso kan je dan helemaal niks meer... Nee, dat is waar, dat is waar. Nou ja. Maar wat is jouw wens, zeg maar, voor het dierenrijk in de wereld? Want er zijn heel veel dieren die uitsterven, daar kan je een mening over hebben. Er zijn heel veel dieren die nieuw worden ontdekt, dagelijks nog. Je zit denk ik ook op die website waarin ze laten zien en waar die rapporten komen van nieuwe diersoorten of variaties van dieren. Mm-hmm. Is er iets dat jij zegt van, joh, ik wil... nou, natuurlijk, je hebt al gezegd van je wil naar Suriname, je wil die apen wil je helpen. Ja. Maar ook misschien andere dieren die daar in de jungle zitten. Ja. Is er iets van als ik met mijn vingers kon knippen en ik zou in één keer dit oplossen met het dierenrijk, dan zou ik dat doen? Nou, zo zwart-wit denk ik er niet over na. Wat ik wel echt heel, heel erg doe, is zeg maar... Kijk, ik wilde in het begin ook niet voor de camera staan. Nee, ik wilde natuurfilms maken. Ik heb toen een opleiding AV-specialisme gedaan, dus audiovisueel. Oh ja, Ik heb gefilmd, ik heb gefotografeerd. Een jaar was het fotografie, die overige 2-3 jaar was film. Ik heb die opleiding puur gedaan omdat ik een natuurfilm wilde maken. Ben ik naar Curaçao gegaan, heb ik onder water veel gedoken, zeg maar. Onder water opnames gemaakt van zeeschildpadden. Het was een stage van een jaar. En toen
Toen op een gegeven moment dacht ik van, ik wil mijn eigen docu maken. Ging ik een crowdfunding opzetten. Maar niemand kende mij. Ik had geen eens Instagram, niks. Dat was 3 jaar geleden zo ongeveer. Toen dacht ik van, ik heb een crowdfunding opgestart en dat mislukte, zeg maar. Van de 10.000 euro is het nog steeds relatief weinig voor wat ik wilde doen. Maar ik had gewoon heel veel mensen die al gewoon down waren om mij te helpen, waardoor het ook gewoon minder zou hoeven te kosten, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk had ik 500 euro op. Met fucking veel familie die ook had gesupport. Dus misschien 200 euro van vreemde mensen. En toen dacht ik van, ja, hoe ga ik nu, zeg maar, een verhaal vertellen over dieren? En dan, zeg maar, toch gewoon, ja, mijn werk ervan maken. Want ik wilde niks anders, snap je? Ja. Ik wilde niet bij de Albert Heijn bezorgen of wat. Ik wil met je passie je geld verdienen. Ja, en ik stond erop dat dat zou gebeuren. Zeg maar, de docu die ik wilde maken over de zeeschildpad. Ik voelde dat ik dat wilde doen, omdat ik de problematiek zag rondom de zeeschildpad. Dus ik zag van, oh, wacht even, die vissen haken. Zorg ervoor dat het bij hun bek blijft haken. Dat ze bijvoorbeeld dat het bij een stenen rots blijft haken. Dat ze niet meer, want een zeeschildpad heeft longen, die moeten lucht happen. Dat ze dat niet meer kunnen doen, dus ze verdrinken levend. Ik heb gezien dat de tumoren uit hun nek springen, op Curaçao in ieder geval, maar ook op veel meer andere plekken waarvoor onderzoek wordt gedaan. Ze zijn nog steeds niet helemaal overuit en zo. En ook gewoon, zeg maar, plastic soep, plastic afval langs de kust. Ik heb heel veel shit gezien, waardoor ik dacht van, hier wil ik gewoon een verhaal over vertellen om mensen iets meer wakker te maken, zeg maar. Dus een soort van BBC shit. Ja, ja. Maar het is dat zo'n ocean cleanup? Beetje zoiets? Ik heb ook trouwens meegedaan met Earth Day, met de ocean cleanup. Oh, nice. Toen hebben we ook echt fucking veel, ik weet niet meer hoeveel kilo, maar... Ja, ik doneer naar de ocean cleanup, daarom. Hard, ik sta daar echt achter. Nice, man. Met die machines en dan halen ze al die plastic dingen uit de zee. En ze zijn nu bezig in Guatemala. Nee, niet in Guatemala. Ja, ze trekken zo door. Ja. Oh, Guatemala. Toevallig, want dat heb jij ook verteld, toch? Guatemala, dat wilde jij ook... Suriname. Nee, dat zit dat dier wat jij wilde zien. Toch? Dat zit toch in Guatemala, zei je net? Nee, Nieuw-Guinea zei ik. Oh, Nieuw-Guinea. In Guatemala zit dat ding ook nu. Ja, dat is een hele andere kant, maar toch. Heel tof. Ja, ik wil daar wel trouwens ook een keertje naartoe. Oké. Okay. Ja, man. Sorry, maar, ik raak weer afgeleid helemaal nee, van. Nee, geen stress. Maar dat is wel nice dat je dat doet, man. En ik zeg je eerlijk, toen we dat deden, ik voelde me... Dat was ook gewoon zonder camera en zo. Je weet wat, ik heb echt wel veel gedaan en niet... Ik doe het niet voor de camera, maar nu dat ik dat wel doe, moet ik ook wel denken als een creator, zeg maar. Ja, En moet je wat commerciëler worden. En dat vind ik soms lastig. Heb je net gezien bij mijn boek, maar het is gewoon überhaupt... Bro, dat is mooi, man. Dat is wie jij bent. Fuck it. Dat is wie jij bent. Ja, maar goed. Dus ja, dat was dus mislukt. Uiteindelijk dacht ik van, oké, ik ga zelf video's maken. Dat lukt nu wel. En nu heb ik dus met dit bereiken. Dan is het van, wat ga je doen? Ja. En die dierenopvang wil ik heel graag starten. Maar ik wil sowieso nog steeds die docu maken. Dus dat ga ik ook doen. En dan komt het punt van, wat wil ik met natuurveranderd, global warming, et cetera. Ja. Kijk, BBC maakte in het begin hele mooie natuurdocus. Waardoor je dan echt, zo, de natuur is echt mooi. Uiteindelijk werden mensen kritisch op de BBC en die zeiden toen van, geef het wat meer gelaagdheid en meer in de tijd van nu. Weet je toch, meer in de geest van nu qua problemen die er zijn. En zo smelt in de ijskap, dit en dat. Laat dat ook zien. Toen gingen ze in één keer heel destructief allemaal natuurrampen laten zien. Dus die balans was er nog niet helemaal. Uh-huh. En op een gegeven moment zag je dat ze wel wat kritischer gingen worden en dat het, zeg maar, wat geleidelijker ging en dat je gewoon mooi zag, maar ook weer de lelijke kant, zeg maar. En niet van hak op de tak van mooi lelijk. Weet toch, het werd wat smoeter, het werd echt een goede docu op een gegeven moment. En nu dat David Attenborough bijna 100 jaar is, hebben ze tegen hem gezegd, de voice-over van BBC. Ja, de stem. Ja, de stem, maar hij heeft ook veel meegemaakt. Het is niet alleen dat hij in studio's heeft gezeten vanaf jong. Hij is ook gewoon in de natuur geweest. Mm-hmm. Dus hij heeft ook echt veel shit gedaan en veel gezien. Mm-hmm. En nu dat hij, zeg maar, zijn laatste docu wilde maken met BBC, hebben ze dat gecanceld. Omdat te veel rechtse partijen er tegen waren van wat hij allemaal wilde zeggen. Want hij zou echt lijpe shit zeggen van hoe onze toekomst eruit ziet. En dat mag hij dus niet. En ik geloof dat als ik met genoeg kennis, dat ik dat wel kan doen. Omdat ik ben, zeg maar, niet afhankelijk of zo. Dus wanneer ik dus docu's ga maken in de toekomst, wil ik dat ook doen met hoe de situatie echt ervoor staat, zodat ik mensen ook, zeg maar, een eye-opener geef, snap je? En met goede beargumentatie in de docu zelf, weet toch? Dat je het echt een goede gelaagdheid geeft, dat mensen echt denken van zo ziet, maar dat je wel echt mensen hebt meegenomen. Dus misschien moet ik zelf nu ook wel in die docu zitten, dat ik het voorwoordje doe of zo, weet toch? Om het dan toch voor jongeren ook wat aantrekkelijker te maken. Daar moet ik nog over nadenken, zeg maar, die insteek. Maar dat is wat ik heel graag wil doen, man. Dus niet per se direct zelf bijvoorbeeld plastic oprapen, maar meer het groter maken, zodat meer mensen dat voelen om te doen, omdat ik iets heb uitgedragen, zeg maar. Ja, ja. En dat wil ik, zeg maar, een soort van, niet doortrekken, maar ik heb gezien waar hij is, waar hij wordt tegengehouden, David Attenborough, daar wil ik nog dieper op ingaan zitten in de toekomst. Maar dat kan ik denk dat in Nederland wel kan, hoor. Tuurlijk. Maar, kijk, je noemt wel een zender BBC meteen die
al sowieso van een partij is. Bro, dat is al heel raar het hoe dat werkt. Ik hoef niet per se voor Nederland te maken. Ik wil gewoon de wereld bereiken. Denk je dat ze dan zeggen van, ja, nee, jij wel, man. Weet ik niet, man. Dat, nou ja, dat is mooi. Dat zien we dan mooi. Zeg maar, tuurlijk, het is wel ver. Word je gegund, hoor. Ja, ja. Sowieso. Door mij in ieder geval. Ja, thanks. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi om te horen. Cool, man. Hey, enorm bedankt. Jij ook, man. Ik vond het gezellig. Uitnodigen. Is er nog iets wat je wil zeggen? Nou, behalve dat ze je moeten volgen op Wildebras. Ja, en mijn boek in de gaten moeten houden, natuurlijk. Ja. Wanneer, waar die bestellen is, weten we niet. In maar... september. Ja, maar het bedrijf heet Luit en Seithof. Zo heet de uitgever. Ja, ik weet niet hoe je dat schrijft, Nee, precies. Maar het komt wel goed. Komt goed, hard boek. Ja, man. Dankjewel, man. Verder, nee, ik heb niet echt verder iets meer te zeggen. Okay, ik vond het gezellig, man. Thanks voor het uitnodigen. Ik ook. Graag gedaan, man. Tot hopelijk over 2-3 jaar waarin je eigen show hebt. Komt goed, man. En dan gaan we het daarover hebben. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube-kanaal Milan Knol 2. En volg me op Spotify, De Knolkast. Ja. Doei.